President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens de tweede dag van de EU-CELAC-summit in Brussel, België, aangegeven dat CELAC-landen moeten uitkijken naar een hernieuwd politiek en economisch partnerschap met de EU. Deze staat voor een versterkte gemeenschappelijke handelsagenda, innovatieve oplossingen, nieuwe financieringsmechanismen en meer kansen voor integratie tussen de twee regio's. Volgens het staatshoofd is het strategisch partnerschap van de EU en CELAC belangrijker dan ooit in de huidige onzekere en onstabiele wereld. Hij zegt dat de top de regio's in staat stelt de basis te leggen voor een hernieuwde biregionale relatie, waarbij de banden worden geïntensiveerd, geprioriteerd en institutioneel geconsolideerd. De president ging verder met te stellen dat Suriname een van de enige drie CO2-negatieve landen ter wereld een beroep doet op alle lidstaten van de EU en CELAC om zich te houden aan de vaste toezeggingen die zijn gedaan tijdens verschillende mondiale ontmoetingen en om zich te houden aan overeengekomen internationale principes en internationaal recht.